Heer samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u gezegend. Zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige engelbewaarders, bid voor ons. Onze heilige patronen, bid voor ons. Alle engelen, Gods lieve heiligen, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon, Heilige Geest, amen. Ja, bij de geestelijke leer, volgens Pater Tanqueray, in het kort begrip van de ascetische en mystieke theologie, zitten we aan nummer 107. We hadden de bepaling gezien van de heiligmakende genade. We hadden gezien dat ze is een bovennatuurlijke eigenschap in onze ziel blijvend, die ons op een werkelijke, formele, hoewel bijkomstige wijze, doet deelnemen aan de natuur en het leven van God. Dus we hadden gezien dat het een werkelijkheid is. Dus de heiligmakende genade is wel het belangrijkste wat we hebben. Als we die hebben, dan hebben we de hemel in de eeuwigheid. Als we die niet hebben, hebben we de hel. Dan hebben we niks. Dus het is een bijkomstigheid, staat hier, in die zin dat het bijkomt bij de mens. Het is iets dat bij de mens bijkomt. Dus je hebt een mens die geboren wordt en dan komt de staat van genade erbij, door het doopsel. In die zin is het een bijkomstigheid, maar het is een heel belangrijke bijkomstigheid die eigenlijk de hoofdzaak wordt in zich. In belangrijkheid. Oogpunt belangrijkheid is dat het belangrijkste, de staat van genade. Want ook al mocht je bestaan met ik weet niet wat, met allerlei talenten en al wat je kunt inbeelden en geld en succes in een carrière en al wat je wilt, maar je hebt de staat van genade niet en je sterft niet in staat van genade, dan heb je niks. Dus het is een bijkomstigheid, is dat bij de menselijke, iets dat bij de menselijke natuur wordt toegevoegd door God, een genade, die zich installeert in uw ziel, een staat van vriendschap met God, maar die in belangrijkheid dus aan de top staat, het belangrijkste is. Deze eigenschap maakt ons, volgens de krachtige uitdrukking van de heilige Petrus, deelgenoten aan de goddelijke natuur. Divine nature consortes. Consorte zou het zeggen, dus we hebben deel aan het lot van nature, de natuur divine van God. We hebben deel aan de goddelijke natuur. Zij geeft ons toegang tot de omgang met de Heilige Geest, zegt de heilige Paulus. Communicatio, dus de communicatie, Sancti Spiritus, met de Heilige Geest. In zijn brief 2 Korintiërs 13. Toegang tot het gezelschap ook van de Vader en van de Zoon, leert de heilige Johannes. Dus er is een derde apostel, hè, na Petrus en Paulus en Johannes. In 1 Johannes 1, dat is de eerste brief van Johannes. Zij maakt ons voor zeker niet de gelijken van God, dat kan niet. Dan zouden er in God meerdere personen zijn dan drie. Iedereen die in de hemel komt, zou een goddelijke persoon worden. Dat kan niet, want God is essentieel drie personen en niet meer. Dus hij maakt ons voor zeker niet de gelijken van God, maar doet ons gelijken op God. Ziet je? Dus niet de gelijken, gelijkheid. Wij zijn niet God natuurlijk, zoals de Zoon God is, zoals de Vader, in zijn God. Dat zijn wij niet.
Maar wij worden daarin geïntroduceerd, in ingeleid, uit goedheid, zoveel als het mogelijk is voor een schepsel. Wij krijgen zoveel van de godheid, uit goedheid, van die godheid die oneindig is, als dat het voor de godheid mogelijk is om ons dat te geven, dat wil zeggen, als dat het voor de menselijke natuur mogelijk is om die godheid te ontvangen. Omdat die goedheid oneindig is, gaat ze zo ver mogelijk. En waar brengt ze dus op? Wel aan de mogelijkheid van de menselijke natuur om God in zich op te nemen. En God gaat daar natuurlijk al ingrepen doen. In dit lichaam kunnen we dat niet. Dus hij gaat ons laten verrijzen in een verheerlijk lichaam dat in staat is de zalige godsaanschouwing te hebben. Dus we krijgen al een lichaam, ze zouden zeggen in moderne taal, upgraded. Hè? Upgraded. We krijgen dus een lichaam dat sterker wordt, dat meer in staat is als nu. Wij zijn in staat om in dit lichaam de genade te ontvangen, maar niet de glorie. Wij kunnen in dit lichaam God niet zien, want dan spatten we uit elkaar, bij wijze van spreken. Dit lichaam is te zwak om God te zien in de glorie. Dus om naar de hemel te gaan, om God te zien in de glorie, gaat God ons lichaam opwaarderen. Opwaarderen. Dus wij gaan allemaal sterven voor het einde van de wereld. Iedereen gaat verrijzen. Dan worden we geoordeeld en dan krijgen we, als wij in staat van genade gestorven zijn, en ziet je de belangrijkheid van de staat van genade, krijgen wij een opgewaardeerd lichaam, een glorievol lichaam, dat in staat is een ziel te bevatten dat God ziet, die God rechtstreeks ziet. Niet in geloof, maar door de zalige godsaanschouwing. Het geloof is een gave om van alles te weten over God, maar zonder het te begrijpen. De zalige godsaanschouwing is ook een gave van God, maar die stelt ons in staat om te zien, God te zien zoals hij is. En dat is natuurlijk veel sterker. Ziet je? Wel, God gaat zo ver als dat hij kan geven aan een menselijke natuur. Want God kan oneindig ver gaan. Oneindig ver. God wordt door niets opgehouden. Omdat hij oneindig is in al zijn eigenschappen. Zijn almacht, dus zijn oneindige macht, die kan geweldig ver gaan. Dus omdat God goed is, oneindig goed, gaat hij ook oneindig ver. Maar hij wordt ergens opgehouden en de grens, de limieten van zijn gaven van zichzelf, aan de schepselen, dat is wat een schepsel kan ontvangen. Kan ontvangen. Weet je? Of wil ontvangen. En of, dat is hetzelfde. Dus kan ontvangen en wil ontvangen. Want wij kunnen pas ontvangen als we willen ontvangen. Want die verhouding in de hemel is een verhouding van liefde. Wij gaan deel hebben aan de heiligvuldigheid. En de geldrievuldigheid heeft een liefdesverhouding. Tussen de Vader en de Zoon is er een oneindige liefde. Eerst een oneindige kennis van elkaar. God kent God oneindig goed. En hij drukt die kennis uit, dat is de Zoon. En hij bemint die oneindige goedheid. En die goedheid wordt uitgedrukt, die liefde wordt uitgedrukt in de Heilige Geest. En wij gaan daaraan deel hebben, dus wij gaan deel hebben aan de kennis van God en aan de liefde van God. Maar liefde veronderstelt dat dat vindt we twee kanten komt, van de Vader en de Zoon, dus van God en van ons. Wij moeten daaraan beantwoorden. Dus in de mate dat wij daaraan beantwoorden, zullen wij in de heilige drievuldigheid terechtkomen, in die mate. Dat wij aan de liefde beantwoorden en hier op aarde beantwoorden we dus aan de liefde. Dat is juist wat we hier op aarde te doen hebben. Op aarde moeten wij dus proberen zo goed mogelijk aan de liefde te beantwoorden. En zo komen wij in de heiligdrievuldigheid terecht. En in die mate.
Want je begrijpt, omdat God oneindig is, wil hij oneindig ver gaan, maar hij wordt opgehouden door de limieten, door de grenzen van wat een schepsel kan opnemen. En dat, die opnamecapaciteit van de schepselen hangt ook af van hun vrije wil, namelijk van de liefde, de wederliefde. Omdat die opname in de heilige drievuldigheid een liefdesverhouding is. God is liefde. En dus die mate dat wij erin terechtkomen, is een mate van onze openstellen voor de liefde. En dat doen wij hier op aarde. Want de liefde die moet bewezen worden, dat moet een echte sterke liefde, dat moet een echte waarachtige liefde zijn. En als het alleen maar met woorden gaat, ja, ik hou van u, ja, dan is er niet echt waarachtig. Ze kan waarachtig zijn, maar ze is niet bewezen dat het waarachtig is. Ze wordt pas bewezen waarachtig als daar daden achter staan. Bijvoorbeeld een martelaar, die heeft met zijn daden bewezen dat hij God bemint. Boven alles. Die heeft dat bewezen. En iemand die zijn plichten van staat vervult, tot het einde van zijn leven, gans zijn leven gedaan heeft wat hij moet doen, uit liefde tot God, die heeft dat ook bewezen. Die heeft dat ook bewezen. Ziet je? Dus en als je die liefde bewijst, dan heb je wederliefde bewezen en dat stelt God in staat om u in hem op te nemen. Dus zij maakt ons voorzeker niet de gelijken van God, want dat kan niet, want wij zijn schepselen en we kunnen nooit zo ver gaan dat we dus in God opgenomen worden als een vierde, een andere persoon. Maar wij worden godvormige wezens. Dat weten we al, in de Genesis staat er, laat ons de mens scheppen naar onze gelijkenis. Naar ons beeld en gelijkenis. Dus wij zijn godvormige wezens, maar op allerlei level, op allerlei niveau. Op iedere graad, wezens- en levensgraad. Op ons natuurlijke niveau zijn wij aan God gelijk, vooral voor onze ziel. Maar nog meer door onze bovennatuur. Door het bovennatuurlijke wat wij gekregen hebben. Door geloof, hoop en liefde gelijken wij nog meer op de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij geleken al op de Vader, de Zoon en de Heilige Geest door verstand, geheugen en wil. Door onze natuur. Maar we gaan er nog meer op gelijken door de bovennatuur, door geloof, hoop en liefde. En die wordt, dat is in de genade, en die wordt in de glorie, zalige godsaanschouwing, bezit van God en genieten van God. Fruitio Dei. Godvormige wezens, op hem gelijkend. Niet de gelijken van God. Wij worden niet de gelijken van God, maar wij gaan op hem gelijken. Dat is verschillend. Gelijk wil zeggen, echt, de Vader is gelijk aan de Zoon, wat de Godheid betreft. Maar wij niet. Wij hebben deel aan de Godheid. Wij gelijken op God, maar wij zijn niet de gelijken van God. Wij gelijken op God, zoals Maria op God gelijkt. Maar wij zijn niet gelijken van God zoals Jezus de gelijke van God is. Hij is de natuurlijke zoon van de Vader en wij zijn de aangenomen zonen van de Vader. Zij geeft ons niet het leven zelf van God dat uit zijn aard onmededeelbaar is. Het leven van God, de drievuldigheid, volledig. Maar die staat van genade geeft ons een leven dat gelijkt op het zijne. Want het leven van God is God begrijpen en God beminnen. Maar totaal. En dat uitdrukken. De Vader verwekt de Zoon en de Vader de Zoon verwekt ademen de Heilige Geest. Wel, dat gaan we dus niet doen, maar we gaan wel iets doen wat erop gelijkt. We gaan God dus begrijpen, zoveel dat het mogelijk is voor ons. En God beminnen en genieten voor zover dat het mogelijk is voor ons. En dat zal de hemel zijn. Dus we hebben echt een deelname aan de heilige drievuldigheid.
En dat begint hier op aarde door de genade. Het leven in de genade is alle deugden oefenen, maar om die liefde tot God te versterken. Alle deugden zijn dienaressen van de liefde tot God. Dat is de koningin. Want die beslist over onze eeuwigheid. Dus van alle deugden is de liefde de koningin. En de koningin heeft twee, een eerste minister en een tweede minister. Dat is het geloof en de hoop. Zonder geloof kunnen wij ook niet beminnen. Want je kunt niet beminnen degene die je niet kent. Maar toch is het geloof niet het belangrijkste. Het geloof is noodzakelijk. Hè? Want zonder geloof heb je geen bovennatuurlijk leven. Maar het geloof is niet het belangrijkste. Het is noodzakelijk, maar het is niet het belangrijkste. Want het geloof geeft dan de mogelijkheid aan de liefde tot God om te bestaan. En het is zij die onze ziel met God verenigt. Helemaal. En over de dood heen. En voor eeuwig. Want God is liefde. Hij probeert het op zijn manier uit te leggen. Ik heb het op mijn manier uitgelegd. Pater Tonkerij legt het op zijn manier uit. Wij volgen daarin de kerkvaders, vooral Sint Augustine. En we doen beroep op de Heilige Schrift. Het eigenlijke leven van God is zichzelf rechtstreeks zien. Dat is de Vader die brengt de Zoon woord. Een acte van verstand, van begrijpen, van begrip. God begrijpt zichzelf. En zich met oneindige liefde beminnen. Dat is de Heilige Geest die uitgedrukt wordt. De Vader bemint de Zoon. Eindeloos. Geen schepsel, hoe volmaakt men het ook veronderstellen, zoals bijvoorbeeld Lucifer. Lucifer was het volmaakste schepsel. Dat was een engel, dus een pure geest, dus volmaakter dan wij, die geen pure geest zijn. Wij zijn een geest die gemaakt is om materie te bezielen. Dus minder edel. De engelen zijn meer edel. En van alle engelen was hij de hoogste. Dus Lucifer was de hoogste. Hoe volmaakt men het ook mogen voorstellen, is het hoogste schepsel. Geen schepsel is in staat, kan door zichzelf het goddelijk wezen aanschouwen. Het goddelijke wezen woont in een ongenaakbaar licht. 1 Timotheus 6. En Lucifer, die het hoogste schepsel was, natuurlijk voor Jezus en Maria, want dat was dus voor de zondeval. Dus hij was geconfronteerd met het feit dat hij het mooiste was naar God. En dat het mooiste van al die miljarden schepselen die geschapen waren, al die mineraal, die planten, die dieren, en zelfs de mensen. En hij was geconfronteerd met het feit dat hij het mooiste was van alles. En uiteindelijk is hij daardoor hoogmoedig geworden. Hij heeft zich daar laten hoogmoedig door worden. Hij moest niet hoogmoedig worden. Want bijvoorbeeld de heilige Michael is heel nederig gebleven. Die heeft altijd God voor ogen gehouden. Die zegt, ja, God is oneindig. Hoe hoog een schepsel ook kan zijn, en hoe mooi en hoe verstandig, tegenover het oneindige dan altijd als niks. En heilige Michael hield geen enkel ogenblik, heeft hij God uit het oog verloren. En God is oneindig. Hoe hoog ook klimt als wezen, God is nog oneindig veel verder. Oneindig, hoger, mooier, verstandiger, machtiger dan God. En dat mocht je niet uit het oog verliezen. De heilige Michael heeft dat niet uit het oog verloren. Lucifer wel. Die keek zich, oh, wat ben ik mooi, waar vlieg ik hoog. Wauw, wat ben ik mooi verstandig. En hij verloor uit het oog hoe oneindig veel meer God was. En plots vond hij zichzelf zo mooi dat hij uiteindelijk het met zichzelf kon doen. Dat hij dacht dat hij God niet meer nodig had. Hij was verblind door zijn eigen schoonheid en grootheid en verstand en macht en zo. Dus dit is een ramp natuurlijk. Geen enkel wezen kan het goddelijk wezen aanschouwen. Rechtstreeks. Maar we kunnen met de heilige Michael toch in het geloof dat wij gekregen hebben, weten dat God oneindig is. Dat weten we. God is oneindig,
alle volmaaktheden. Dat zou toch moeten volstaan om onze ziel te redden? Dat moeten we altijd voor ogen houden. Zie hoe belangrijk het is te leven in de geest van geloof. Hoe belangrijk het is regelmatig te bidden. Hoe belangrijk het is voortdurend die gebed te zijn zoveel mogelijk. God te aanschouwen. Wanneer wij maar voor ogen houden hoe mooi, hoe begeerenswaardig, hoe heilig, hoe verstandig, hoe machtig, hoe heilig, hoe goed, hoe barmhartig, hoe rechtvaardig, enzovoort, hoe schoon God is, ja, dan laten we ons toch geen andere schepselen verleiden die die verhouding met God zouden kapot maken. Ziet je? Dus de oerzonde van de duivel, van de Lucifer, is uiteindelijk van niet aan God te denken, maar aan zichzelf. Natuurlijk is hij een wonderlijk wezen. Het was het mooiste en het hoogste schepsel dat God geschapen heeft. En wat God schiep, was goed. God schiep en het was goed. En van al wat goed was, was hij het hoogste en het beste. Hij was het beste van het schep, het hoogste, het edelste, het zuiverste, het verstandigste, het machtigste. Lucifer. Hij was het hoogste. Maar in vergelijking met oneindige, nog zoals niks. Dus ik herhaal het. Dus de kiem, de wortel van de oerzonde, die van Lucifer, is dat je niet meer aan God denkt, maar aan jezelf. En dan zijt je verloren. Dan gaat de verkeerde kant op. Letterlijk. De verkeerde kant op. We mogen nooit God uit het oog verliezen. Dan wat hij God echt is. God echt is. God is oneindig al wat beminnenswaardig is. En als je dat voor ogen houdt, hoe kun je dan verdorie die verhouding met de oneindig wezen kapot maken door een kortstondig genot met een schepsel dat beperkt is? Dat is toch onzin? Dat kun je alleen maar als je God vergeet. En alleen maar ermee bezig bent met wat voor je ogen is. Je ziet wat er voor je ogen is en je ziet niet meer God die verder staat, oneindig is, die ziet je niet meer, omdat je met je ogen een schepsel aan het bekijken bent. Je bent met dat schepsel bezig. En dat is de kiem, de wortel van de allereerste zonde, die van Lucifer. Dus niet aan God denken, maar aan jezelf. En natuurlijk, hij zelf was natuurlijk wel geweldig beminnens en eerenswaardig, want dat was het hoogste. Van alles wat er bestaat, was hij het mooiste. Hij is geweldig mooi geweest voor zijn zondeval. Nu is hem lelijk geworden. Maar je begrijpt dat. Maar tegenover God, als niks. God is nog, en dat is juist de kreet van de heilige Michael. Maar wat zette jij toch bezig, manneke? Wat zette jij toch bezig? Wie is er als God? Quis ut Deus? Heb je dat nu uit het oog verloren, wie God is? Zette jij nu in zwijm gevallen voor jezelf? En dat Lucifer geen antwoord op en hij was verslagen. En door die kreet wordt hij in de hel geworpen. Dus wij moeten daar ook mee oppassen. Dat is de oerzonde. Te veel aandacht hebben voor de schepselen en te weinig voor de schepper. En dan vallen we in de grootste miserie. In de grootste miserie en dan gaan we het grootste geluk missen. De duivel heeft de hemel gemist. Hè? Hij had in de hemel waarschijnlijk ook de hoogste plaats gehad. Hè? Want hij had een capaciteit om te beminnen die geweldig was. Hè? Een capaciteit om God te begrijpen die de anderen overtrof. Maar heeft hij niet gebruikt, heeft hij gebruikt voor zichzelf. Dus hoe mooi, hoe schoon een schepsel ook is, moest je miljardair zijn, biljonair zijn, er zijn mensen die biljonair zijn, dan wilde je kunnen koninkrijken kopen. Die kunnen diamanten kopen zo groot, de Koh-i-Noor kunnen die kopen. De Koh-i-Noor, dat is de grootste diamant, dat is... Die kunnen, ik weet niet wat, kopen. Prachtige, mooie dingen die ongelooflijk zijn. Maar tegenover God is dat toch niks. God is oneindig. Ze mogen dat niet uit het oog verliezen. Maar het wordt moeilijker. Hoe meer dat we schoonheden en talenten in de hand hebben en voor ogen hebben, hoe meer inspanning dat we moeten doen om naar God te kijken. En daarom zegt Jezus, het is moeilijker voor een rijke om naar de hemel te gaan
dan voor het kameel door het oog van de naald te kruipen. Waarom? Omdat die rijken en die macht hier voortdurend kijkt naar wat ik allemaal kan met dat geld en wat ik allemaal ben met dat geld en met die macht. En ik moet maar zo doen. En er zijn duizenden mensen die voor mij springen naar mij wat ik wil. Ik kan de wetten veranderen, ik kan dit doen. Als ik zeg zus, dan doet het ganse land zus. En als ik zeg zo, doet het ganse land zo. Dat is wel plezant, dat geeft mij een kick. Ik vind mezelf toch interessant. En dan valt je, dat is natuurlijk allemaal waar, dat zo is. Je doet zo als je macht hebt en iedereen moet zo doen, want anders word je gestraft. Dat is ook zo. Maar wat is dat in vergelijking met God? Wat is dat in vergelijking met de hemel waarvoor je bestemd bent? Als niks. Want dat is oneindig. En dat moet je altijd voor ogen houden. Altijd voor ogen houden. Er zijn mensen, de meeste mensen worden nooit miljonair. Maar er zijn mensen die zich laten misleiden door, die zich verdoemen door een doodzonde. Dat betekent, ze hebben te veel genoten van dit of ander schepsel. Je kunt honderden soorten doodzonden verrichten. Hè? Maar het is altijd dat je een schepsel, dat je daar misbruik van gemaakt hebt. En je hebt God uit het oog verloren. Dus je ziet die oerzonde van Lucifer. Dat is ook onze zonde. Alle zonden is te veel aandacht besteden aan de schepselen. En God en zijn wil van God, die goedheid is. Hij heeft een wil van goedheid voor u. Maar dat moet volgens een bepaald plan gaan. Jij moet bewijzen dat je hem bemint en dan kun je pas in die liefde terechtkomen. Begrijp je? Dus dat is heel de kwestie. Dus de Tonkerij vertelt het op zijn manier. God evenwel, door een volstrekt onverdiend voorrecht, roept de mens tot de aanschouwing van het goddelijk wezen in de hemel. Jawel. God heeft de mens daarvoor geschapen. Omdat hij oneindig goed is. Moest God niet oneindig goed geweest zijn, had hij niet eens geschapen. Want dat was niet nodig. Scheppelen zijn sowieso eindeloos minder dan wat hij is. Wat is God nu met het mindere? Hij is er niks mee met het mindere. Ook al zag hij dat het goed was, het is minder. En minder is minder interessant dan meer. Dus hij heeft niet voor zichzelf geschapen, helemaal niet nodig. En je ziet wel wat hem daar gekost heeft bovendien. Zijn tweede persoon is mens moeten worden om verschrikkelijk te moeten lijden. Dus hij krijgt een hoop miserie over zich heen, bij wijze van spreken. Niet als God, want dat kan niet, maar als mens. Maar hij heeft dan toch de mensen geschapen uit oneindige goedheid. De enige eigenschap die kan uitleggen waarom er schepselen zijn, en niet alleen een schepper, dat is de goedheid. Wel, hij heeft ons uit goedheid geschapen en uit goedheid verlost en uit goedheid voor de hemel bestemd. Dat is goedheid en de goedheid, dat is toch goed? Ziet de mens dan nu niet in dat dat goed voor hem is? Een oneindige goedheid. Zien die mensen dan nu niet in dat godsdienstig zijn, de ware godsdienst zoeken en hem te aanhangen dat er een oneindige goedheid is, dat hij oneindig goed doet? Zien de mensen dan nu niet in dat de kerk verkondigen? En hoe dringend is dat niet? En hoe mooi is dat niet van de mensen oneindig goed te doen? Dat is toch mooi? Dat is de roeping van de kerk. Dat is het instrument dat God gebruikt om zijn liefde tot de mensen te doen toekomen. Aan de mensen te doen toekomen. Daar de mens onbekwaam is om met zichzelf naar de hemel te gaan. Maar ja, maar het is een vergoddelijking. Een veroneindelijking. Oneindig worden zoals God. Deel hebben aan God. Onbekwaam is, verheft, verbreedt en versterkt hij zijn verstand, dus God, door het licht van de glorie. Het licht van de glorie, dat is die gave die we zullen krijgen als we naar de hemel gaan, om God te zien, God te aanschouwen, zoals men zegt. Het licht van de glorie. Want als we licht aansteken, dan zien we iets.
En je steekt het licht aan, dan zien we. En wel, als het God het licht in ons geeft, instort in ons verstand, zoals hij al in ons verstand het geloof heeft gestort. Het geloof is ook een gave. En die wordt ook in ons verstand gestort. En wel, in dezelfde verstand gaat God het licht een andere gave storten. Namelijk, die niet ons in staat maakt om hier op aarde te leven volgens zijn wil, maar die ons in staat maakt om in de hemel God te zien zoals hij zichzelf ziet, of hij voor zover dat het mogelijk is. Het licht van de glorie. Het licht van de glorie. Dat is een buitengewone gave van God. Dat is de gave bij uitstek van de heilige. En verstand dat God ziet, trekt, zuigt de wil naar die goedheid die het verstand ziet. Want verstand verlicht de wil. Ligt de wil in wat goed en slecht is. En verstand, kijk eens, dat is interessant. Wil je dat niet? Je kunt niet willen wat je niet kent. Dus de wil volgt het verstand. En wel, als het verstand het licht van de glorie krijgt, die wil, die ziet dat oneindige goed, die gaat daarin op. Onmiddellijk. En totaal. Die gaat daarvan genieten. Dat is de hemel. Dan zegt de heilige Johannes, wij zullen gelijkvormig zijn aan God. Gelijkvormig. Niet gelijk aan God, maar gelijkvormig. Omdat wij hem zullen zien gelijk hij is. Gelijk hij is. 1 Johannes 2. Wij zullen zien, voegt de heilige Paulus erbij, niet meer als in een spiegel, maar in de tijd van de Romeinen waren die spiegels niet zoals nu. Hè. Die spiegels in de tijd van de Romeinen waren metalen platen. Dat was metaal. Dat was opgepoetst, blinkend gemaakt en dan zo glad mogelijk. Maar je zag daar min of meer je gelaat in. Dus dat is niet zoals nu. Nu is dat glas en kwik. Dat is glas en kwik en dan zit je veel beter je eigen. Maar die spiegels van die Romeinen, dat was min of meer zo, vaag. Hè? En dan zegt hij, we zullen zien als in een spiegel, maar een Romeinse spiegel. Hè? Je kunt zeggen, dus een spiegel zoals in de badkamer, dat je een douche gepakt hebt, die hangt ook vol waas. Die hangt vol waas van de waterdamp. En dan zit je dat niet goed, je ziet niet goed, je ziet er wel iets, maar niet veel. Hè? Dus wij zullen zien als in een spiegel, ik voeg erbij een Romeinse spiegel, want dat is geschreven in een tijd van de Romeinen, hè? In de eerste eeuw na Christus. Want als je zegt, de spiegel nu, ja, dan zie ik mijn eigen toch perfect. Ja, maar dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Dus wij zien ons als in een spiegel, een Romeinse spiegel, hè? Dat is in de schepselen. De schepselen zijn de spiegels van God, dus zijn geschapen naar het beeld van God. En ook door de informatie die dat het geloof geeft. Hè? Het geloof geeft ons toch informatie dat God drievuldig is en zo. Wij weten toch veel meer dan dat we in de schepselen kunnen zien van God. Maar we zullen zien van aanschijn tot aanschijn. Zonder schaduw. In volle schitterende klaarheid. 1 Korintiërs 13. Daardoor zullen wij, alhoewel op een eindige wijze, niet zoals God op een oneindige wijze, dat kan niet. Hè? Wij kunnen niet God worden helemaal, zoals dat is niet mogelijk. Daarom zullen wij deelnemen aan het eigen leven van God. En we hebben al gezien wat dat is, het leven van God. Dat is Vader, de activiteit van de Vader, de activiteit van de Zoon en de activiteit van de Heilige Geest. Dat leven van God is een leven van een geest en dat is begrijpen en willen en dat we daaruit uitdrukken. En erin en geluk vinden in die kennis en in die liefde. En in die liefde. Daar zijn geluk in vinden. In die kennis, die volledige kennis van de waarheid en ook in enige bezitten van de goedheid. Omdat we hem zullen kennen op de wijze waarop hij zichzelf kent en wij hem zullen beminnen gelijk hij zichzelf bemint. Dus wij zullen deel hebben aan de Zoon en de Heilige Geest. Met andere woorden. De Godgeleerden, dus de theologen, verklaren dit als dus. Het goddelijke wezen zal zich met het innigste van onze ziel verenigen.
Het enige van onze ziel, dat is verstand, geheugen en wil. Verenigen. En zal bij ons de taak vervullen van ingedrukt kenbeeld. Dus in de ziel gedrukt beeld dat doet kennen. Species impressa. Om ons in staat te stellen, dus ingedrukt kenbeeld, in staat te stellen het wezen, dus het wezen, het met de hoofdletter, goddelijk wezen te zien, zonder geschapen hulpmiddel, zonder enig beeld, geschapen beeld. Ja. Dus het goddelijk wezen gaat bij ons de taak vervullen van ingedrukt kenbeeld. Ja. Dus God gaat zich kenbaar maken aan ons verstand, in ons geheugen en wil, voor zover dat voor een schepsel mogelijk is om die Godheid te ontvangen. Dus dat is geweldig, hè? Dus God zou hier rechtstreeks met ons verenigen, met ons verstand, geheugen en wil. Maar de beperktheid van die kennis en die liefde is van onze kant. Want wij blijven mensen. Ons verstand blijft beperkt en onze wil blijft beperkt. Dus ook al is dat met God rechtstreeks verenigd, God is oneindig, maar wij zijn eindig. En als je het oneindige met het eindige vermenigvuldigt, of verbindt, wordt het oneindige eigenlijk niet helemaal, komt het niet helemaal in het eindige, want het eindige kan het oneindige niet bevatten. Maar het oneindige is er wel mee verenigd, hè? Ziet je? Voilà. Dus je moet dat zelf maar proberen voor te stellen, voor zover dat je dat kunt voorstellen. Dat is natuurlijk veel meer dan het geloof, hè? Het geloof is een schepsel dat ons in staat stelt ons met God te verenigen, ons verstand met God te verenigen. Maar de speeches impressie, dat is nog iets anders, hè? Dat is nog veel sterker. Dus we gaan hier even stoppen. Dat is nummer 109. En dan zijn er vragen ondertussen? Hier ook niet. Kijk, als er niet onmiddellijk vragen zijn, dan zal het niet erg zijn. Je moet ook geen vragen gaan uitzoeken. Dat is ook niet nodig. Zijn hier ook geen vragen? Nee. Ja. Goed. Dus we hebben gezien, wat hebben we gezien? Wel, wat die staat van genade is. Die staat van genade, die doet ons deel hebben aan het leven van God. En die vindt haar ontplooiing in de glorie. Dus als een eikel, dat wordt een eik. Een zaad wordt een plant. Wel, die staat van genade, dat wordt de hemel. Dus dat is de belangrijkheid van die staat van genade. Dat is hetgeen dat we gezien hebben. Dus als daar geen vragen over zijn, dan moet je natuurlijk even over mediteren. Ik begrijp dat. Dat moet een beetje doordringen. Dat is niet op 1, 2, 3 allemaal zo. Dat zijn zeer diepe en mooie waarheden waar we moeten over bij stilstaan. Hè. Dus geef u de tijd om dat nu te laten doordringen. Denk daarover als je mediteert. Denk aan de hemel. Denk aan de staat van genade. En je zult gemotiveerd zijn om nooit meer te zondigen. En je zult gemotiveerd zijn om heilig te worden. Hè? Want de hemel is een moeite waard, blijkbaar. Hè? Hoe meer dat je over de hemel mediteert, hoe meer dat je begrijpt dat het een moeite waard is. En alle moeite waard. Niet alleen de moeite, maar alle moeite. Zoals Jezus zelf zegt, bemin God met al uw krachten. Met heel uw hart, heel zin, met al uw kracht. Maar dat is niet meer als normaal. Als we weten waar het over gaat, dan gaat dat vanzelf.
Als wij beseffen wat de hemel is, dan is het normaal dat we God met al, dan gaan we dat normaal, dan gaan we dat uit onszelf doen, God met al onze krachten beminnen. Omdat hij God ook tot het uiterste gaat, gaan wij toch ook tot het uiterste. Want de wederliefde zoekt naar gelijkheid. Dat is ook een eigenschap van de liefde. Als iemand zich bemind weet, en hij weet zich in dit geval oneindig bemind, als iemand zich bemind weet, gaat hij, als hij een beetje hart in zijn lijf heeft, of in zijn ziel, beter gezegd, dan gaat hij toch die liefde, het is een wet van de liefde, dat de liefde naar gelijkheid streeft. Hè? De liefde probeert terug te geven hetgeen dat ze ontvangen heeft. Probeert te beantwoorden. En met dezelfde maat. Als jij overweldigend bemind wordt, en je hart wordt daardoor getroffen, probeert jij ook op dezelfde mate terug te beminnen. Dat is normaal. Dat is een wet van de liefde. En daarom zegt Jezus dat het normaal is dat we God beminnen met al onze krachten. Waarom? Omdat God ons oneindig bemint. Dat is toch evident? De liefde zoekt naar de gelijkheid. Dat is een eigenschap van de liefde. Moet je niet vergeten. Wel, we waren gekomen aan de vereisten van degene die bidt. De vereisten. De nederigheid, het vertrouwen. Ik bedoel in het praktisch gedeelte. Hè? Even een woord te zeggen over het praktisch gedeelte. Dan het vertrouwen. Binnen met vertrouwen. Want God is barmhartigheid. God is barmhartig, dus we weten dat hij ons wil verhoren. En dan, tweede element, bij een goed gebed, staat hier in die handleiding, het, dus nummer 653b, het is waar, soms schijnt de goede God geen acht te slaan op ons roepen. Schijnen, maar dat is pedagogiek. Dat is doen alsof om de mens iets goeds bij te leren, om hem hoger op te helpen. Soms schijnt, er staat wel niet iets, maar schijnt, de goede God geen acht te slaan op ons gebed. Maar dan wil hij ons vertrouwen standvastig zien. Dus hij wil ons meer doen verdienen. Want de liefde moet beantwoord worden en bewezen worden. Dus hij geeft ons de gelegenheid om te bewijzen wat we waard zijn. Door zijn uitstel van verhoring van het gebed gevoelen wij nog meer het gewicht van onze ellende en beseffen wij beter hoe kostbaar de genade is. De mens is psychologisch, zit zo psychologisch, zo zwak, vooral na de zondeval, dat hij pas begint te beseffen hoe waardevol iets is als hij het mist. Je begint pas te beseffen wat je moeder of je vader was als je ze niet meer hebt. Je beseft pas wat je gezondheid is als je het niet meer hebt. Want dat is, alles gaat vanzelf. Maar iemand die ziek is, die weet wat hij daar moet voor doen. Wat pillen, wat therapieën hij moet volgen, wat geld hij er moet uitgeven om dat terug te krijgen, een klein beetje wat die anderen vanzelf hebben. Iemand die blind geworden is, die waardeert wellicht meer dan wij het zicht dat hij ooit gehad heeft. Hè? En die weet wat dat waard is, want die wordt geconfronteerd met leven zonder ogen. Of zonder het zicht van de ogen. Begint maar, hè. Er zijn mensen die blind zijn, hè. Wel, datzelfde met het bovennatuurlijk leven. Doordat wij niet zo onmiddellijk krijgen wat wij vragen, gaan we nog meer zien onze ellende, dus gaan we onszelf minder vertrouwen, hè? Maar God meer vertrouwen. Want de wereld zegt maar, je moet zelfvertrouwen hebben, je moet geloven in jezelf. Ja. Je moet natuurlijk geen complexen hebben, dat weet ik ook wel.
Maar je moet daarmee oppassen, hè? Want een duivel gelooft ook in zichzelf, hè? En niet in God. Hè? Een duivel gelooft ook in zichzelf. Hè? Wat is hem ermee? Je moet in jezelf geloven. Ja. In jezelf geloven, wat is dat weer voor iets? Ze bedoelt dat ze zou dat een andere uiting moeten geven. Iemand die een minderwaardigheidscomplex is, ja, heeft, ja, die moet erover regelen. Wat begrijp ik ook wel. Maar schat jezelf in zoals je bent, de werkelijkheid. Voilà. Je bent een mens, een verstand, geheugen en wil. Je hebt een ziel, je hebt een lichaam, je hebt talenten en je hebt ook gebreken. En je hebt sterke punten en zwakke punten. En besef dat wat je hebt. En ga verder met wat je hebt. En probeer wat je niet hebt bij te schaven. En richt je vooral op het bovennatuurlijk leven. Waar is nu het probleem? Je moet je zelf geloven en precies de rest moet je niet meer geloven. Jezus zegt geloof in God. Hè? Jezus kan niet de blijde boodschap brengen. Wat is de blijde boodschap? Hoe gaat het naar de hemel? Door zeg, geloof in jezelf, geloof in jezelf. Je ziet je hoe gevaarlijk dat is, die moderne slogans. Hè? Hoe gevaarlijk dat is. Dat kan heel verkeerd geïnterpreteerd worden. Hè? En dat kan de mensen volledig toen ontaarden. Dus God wil ons doen gevoelen wat we werkelijk zijn. De werkelijkheid, de waarheid. Hoe dat wij totaal niet in staat zijn om iets te verdienen voor de eeuwigheid, voor de hemel, uit onszelf, met onze eigen krachten, onze ellende. Hoe dat wij zonder de genade van God niet in staat zijn om deugdvol te zijn, om die verschrikkelijke, dat lelijke gebrek, die lelijke zonde waar ik moeilijk van afgeraak, hoe dat ik daar uit mezelf eigenlijk niet toe kom. Ik heb God nodig. Dus om dat goed te laten doordringen in ons, om ons nederig te houden, want de nederigheid is de basis van het bovennatuurlijke leven. Hoe nederiger we zijn, hoe dieper de fundamenten liggen van het geestelijk leven, hoe hoger het gebouw kan opgetrokken worden van het geestelijk leven nadien. De fundamenten van het geestelijk leven zijn de nederigheid. Hoe steviger de fundamenten, hoe hoger en hoe steviger het gebouw dat opgetrokken wordt. Als je geen nederigheid hebt, dan word je zo weggevaagd, dan ben je een vogel voor de kat van een duivel. Een vogel voor de kat. De hoogmoed is een haak die een duivel de kans geeft om je te pakken. Dan heeft hij pak, de voet in huis. De hoogmoed. En alle ondeugden, maar vooral de hoogmoed. Dus door uitstel van verhoring van gebed te geven, God, laat u ons gevoelen nog meer het gewicht van onze ellende, van de zondigheid, van de zondeval van Adam en Eva, waar wij deel aan hebben, van onze eigen zonde, van de zondige wereld die ons misleidt, van de duivel, de slechtigheid van een duivel en de kracht van een duivel, die daar nog een schepje bovenop doet. En beseffen wij beter hoe kostbaar en noodzakelijk de genade is. Dus dat we echt moeten bidden. Zoals Alphonsus zegt, de heilige Alphonsus van Ligori, die veel bidt wordt zeker zalig, die nooit bidt of niet bidt, die gaat zeker verloren. He? Dus het gebed is de genade bekomen. He? We moeten zien dat we baden in de genade. Dat we vol van genade, zoals Maria, zoveel mogelijk. Maria was vol van genade en zie hoe heilig ze geworden is. En wij kunnen ons ook vullen met genade. Door geestelijk te leven, door onze wil af te wenden van alle onregelmatige gehechtheid van de schepselen. En ons op God te richten en zoveel mogelijk dat we kunnen God te zoeken. En dan zoveel mogelijk die hulpmiddelen gebruiken om genade te bekomen, zodat we baden in de genade. Door het gebed, maar door de sacramenten en sacramentalen te gebruiken. En dan kunnen we ook de anderen redden.
Als wij overvloeien van genade, een vat zijn dat vol is, dan merken de andere zielen. En die gaan, we gaan een goed voorbeeld geven en er gaat genade overspringen. Trouwens, we gaan bidden voor iedereen, want Jezus zegt, je moet bidden onze vader, niet mijn vader. Dus automatisch bidden we ook voor de anderen. Hè? Wanneer hij doof, dus God, doof schijnt te zijn voor ons smeken, dus dat doet hem alsof, hè. Het doet soms alsof, om ons juist hoger op te helpen. Wanneer hij doof schijnt te zijn voor ons smeken, toont het voorbeeld van de Canaanese vrouw in het evangelie, dat hij ook dan verlangt dat wij hem een zacht geweld aandoen. Jezus wist wat in die vrouw haar hart was. En hij wist waartoe ze in staat was en heeft ze zwaar beproefd. Om ze hoger op te helpen, om alles eruit te laten komen wat erin zat. En ze vraagt hulp. En hij zegt aan die Canaanese vrouw, die geen Jodin was, het is niet goed dat we het brood van de kindjes aan de honden geven. Dus hij gaat zeggen dat ze een hond is. Dat is toch een vernedering. De Joden zijn dan de kinderen en dan de heidenen zijn de honden. Dat is toch sterk, hè? Dat staat in het evangelie. Jezus heeft dat gezegd. Hè? Het is niet goed dat het brood dat voor de kinderen bestemd is, wat aan de honden geven. Dat is ook zo. Het kind, we gaan het brood van de kinderen niet aan de honden geven. Hè? Dat toont de schoonheid van de roeping van de Joden. Het was het uitverkoren volk waar God zoveel aandacht aan besteed heeft. Waar hij profeten naartoe gezonden heeft. Hij heeft openbaring gegeven aan Mozes de 10 geboden. Hij heeft een ganse liturgie aan hen gegeven, het Oude Testament. Liturgie van het Oude Testament. Ze hebben patriarchen gehad, ze hebben wonderen gehad, ze hebben heiligen gehad. Dus het waren de lievelingen van God. Omdat daaruit de verlosser moest komen, die dan voor alle mensen kwam van goede wil. Maar hij noemt de andere volken honden. Waarom? Omdat die leven als honden. Dat zijn natuurlijk geen honden. Ze hebben onsterfelijke ziel, maar ze leven als honden. En een hond, je kunt zeggen, ja, maar een hond is toch goed? Een hond is trouw. Ja, maar in dit verband wordt de hond gebruikt in zijn negatieve eigenschappen. Namelijk, een hond, Sint Paulus zegt ook, een hond keert terug naar zijn eigen braaksel. Hè? Dus als een hond braakt, is hij in staat om dat terug op te eten. Dus Sint Paulus gebruikt dat als een beeld van... een geloofsafvallige. Hij is teruggekeerd naar zijn eigen braaksel. Dus hij heeft eerst de zonde uitgebraakt. En als hij geloofsafvallig is, dan keert hij terug naar zijn braaksel en gaat het terug opnemen. Dus in die zin is een hond dus... En een hond kan ook laf zijn, dus hij blaft. Maar als je een stok hebt, duurt hij niet raken, maar hij probeert dan rond u te gaan en dan valt u langs achter. Als een hond vijandig is, dan valt u langs achter aan, hè. Enzovoort, hè. Dus, dus alles heeft, dus een hond, dus zoals ieder schepsel heeft zijn voor- en zijn nadelen. Hildegarde gaat zeggen dat de duivel de hond verafschuwt. Waarom? Omdat de hond trouw is. En een hond gaat helemaal op in de meester en de duivel verafschuwt dat. De duivel houdt daar meer van katten, die een kattenkop hebben, hè? Die liever hun eigen goesting doen. Dus dat zegt eigenlijk heel legaal. Dus een hond heeft dus een positieve kant, maar ook een zwakke kant. Ja. Dus de Canaanese vrouw. En dan gaat ze zeggen, ja, zegt die Canaanese vrouw, maar de hondjes, die krijgen toch ook de brokken die van tafel vallen, dat mogen ze toch opeten. Dus die vrouw die vernedert zich helemaal. Zeg ja, de heidenen die leven als honden, die leven, dat zijn geen honden, maar die leven als honden, we zeggen die leven in de zonde. Hè. Nog meer als de Joden. De Joden werden van onszelf van niet meer in de zonde leven, want die hebben 10 geboden gehad, uitdrukkelijk. En ook middelen van genade, namelijk de oude liturgie, die al genade gaf voorafgenomen op het kruisoffer van Jezus. Hè, want anders waren er geen heiligen geweest in het Oude Testament. Dus die heiligen konden niet heilig worden zonder genade. En waar kwam die genade vandaan? Alle genade komt van Jezus.
Dus al die heiligen die in het Oude Testament zijn heilig geworden, de heilige Elisegers, de heilige Elias, de heilige Abraham enzovoort, die zijn heilig geworden door de genade van Jezus, die op voorhand al gegeven is, zoals de genade van Jezus op voorhand gegeven is, om Maria onbevlekt te doen ontvangen. Bijvoorbeeld. Hè. Enzovoort. Dus, de Joden werden verondersteld van te leven volgens het tien geboden. En de heidenen, die leefden er maar op los. Enfin, niet allemaal. Maar je ziet ook heilige heidenen, zoals de drie koningen. Dat waren heidenen die wisten dat een schepper bestond en die hun geweten volgden. Die hadden, bij wijze van spreken, wat we nu zouden noemen, het doopsel van begeerte. Maar laten we zeggen dat toch een grote groep van de heidenen er maar op los leefden, in de zwaarste zonde, afgoden, zelfs kinderoffers, onkuisheid. Je hebt gezien Sodoma en Gomorra, waar die toe in staat waren, enzovoort. Liegen, bedriegen, enzovoort, moorden, enzovoort. Dus de meeste spreekt Jezus van honden, want ze leven als dieren en niet als mensen. Een hond, dat is iemand, dus in die zin dat hij terugkeert naar zijn braaksel, dat wil zeggen, iedere mens is in Adam en Eva geschapen in staat van genade. Maar Adam is gezondigd en die heidenen zijn hem daarin gevolgd. Dus het braaksel, ze heeft mijn eigen het braaksel op dat ze uitgespuwd hebben. Vuil. Hè. Een hond kan vuil zijn, want hij ligt ook erg overal aan en zo. Ik zal niet in detail treden. Maar in ieder geval, dus dat is om Jezus even neemt het op geestelijk gebied. Natuurlijk zijn die mensen geen honden, maar ze leven als honden. Dat betekent ze leven als zondaars. Kortom. Tegenwoordig moet je een uitleg geven, want de mensen zijn heel gevoelig geworden. Het minste dat je iets zegt, dat je mensen schijnbaar beledigd, dan zijn ze politiek niet correct niet meer. Hè? Dus, maar ja, dus Jezus is blijkbaar niet politiek correct. En hij zegt dus, hij vergelijkt ze met een hond, zegt de honden, en zij begrijpt waarover het gaat. Maar hij zegt, die honden die naar dat brood verlangen, dat betekent dat zijn die honden die toch ergens naar God streven, die proberen uit de zon te geraken, die staan te wachten totdat het kruimeltje van de tafel valt. En die hebben toch recht als dat kruimeltje van de tafel valt om dat op te eten. En dat is toch die vernedert zichzelf. En dat wordt, en Jezus wist dat ze daartoe in staat was, anders was hij zo ver niet gegaan. En ze zegt, en dan wordt ze beloond. En Jezus geeft wat ze vraagt. En hij zegt, zo'n groot geloof, of zo'n grote nederigheid heb ik zelden in Israël gevonden. Dus dan wordt ze de hemel in geprezen. Ziet je, zo werkt God. Zo werkt Jezus. Dus hij vernedert u, om u de kans te geven, om nadien des te hoog te verheerlijken. Hij stelt u op de proef om nadien des te beter beloond te worden. De Canaanese komt Jezus vragen haar dochter door de duivel gekweld te genezen. En dan de meeste antwoordt niet. Dan richt zij zich tot de leerlingen en valt ze lastig door haar roepen. Zodat deze hem vragen haar te helpen. Dus zegt, die vrouw valt ons lastig, kunt u ze niet helpen? Ze dringt aan. Dat is toch mooi, dit is een vrouw die van haar dochter houdt en die gelooft dat Jezus het kan. Dat is mooi, zo'n vrouw die in het goede standvastig is. Hè? Doch hij antwoordt dat hij niet gezonden is dan tot de kinderen van Israël. Dat is waar, hij moest eerst naar de Joden gaan, want de Joden waren voorbereid om de Messias te verwekken en te ontvangen. Dat was juist hun uitverkiezing. De uitverkiezing van het uitverkoren volk bestond hierin dat zij de Messias zouden voorbrengen en zouden ontvangen en met hem zouden regeren. En dat is ook zo. Maria, Jodin, heeft Jezus voortgebracht en de apostelen, Joden, zouden met hem regeren. Het is ook zo gegaan. Alleen het probleem is dat de meerderheid van de Joden, 2 miljoen, hem verworpen hebben. En maar 8000 uiteindelijk bekeerd zijn. Dat is een ander probleem.
Dus dat is weer de verantwoordelijkheid van de Joden, die ondanks zoveel genade en zoveel liefde en zoveel gaven, nog Jezus verworpen hebben. Dat is het mysterie van het ongeloof, van de zonde. Zonder ontmoedigd te zijn, knielt de vrouw voor hem neer en zegt, Heer, help mij. Jezus geeft haar een schijnbaar hard antwoord. Het is niet goed het brood van de kinderen te nemen en het voor de hondjes te werpen. Het is waar, zegt zij. Het is waar, zegt zij. Maar de hondjes eten toch van de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen? Overwonnen door een vertrouwen zo standvastig en zo nederig, schenkt Jezus tenslotte de gevraagde gunst en geneest op hetzelfde ogenblik haar dochter. Wil men een overtuigender bewijs van de waarheid dat met een volhardend, nederig vertrouwen de verhoring zeker is? Dus Jezus had haar zeker onmiddellijk kunnen verhoren, zoals hij bij anderen gedaan heeft. Want die melaatse die roepen, hé, David, zoon van David, help ons, en hij keert zich om en hij geneest ze. Of hij zegt, gaat u daar wassen en dan worden ze genezen. Zonder meer. Maar hier wacht hij met de verhoring, omdat ze beter kan. Ze kan beter. En hij wil die deugden die erin zitten, tot uiting laten komen. Namelijk dat vertrouwen dat die vrouw heeft en die nederigheid die ze heeft. Die wil hij de kans geven om te manifesteren. En dan heeft ze meer verdiensten. Als God iets doet, dan is het beter voor ons. En daarom verhoort hij niet onmiddellijk altijd alle gebeden die wij vragen. Maar laat hij ons soms... Hermanneke Wijns is gekend. Na de oorlog zocht zijn vader werk. En dat kind, dat was ongeveer 12 jaar, dat heeft novene gedaan voor zijn vader. Nou, het was een kind dat zijn best deed. Die ging elke dag naar de mis en die diende de mis. En dat was een kind dat was lid van de Eucharistische Kruistocht. Dus dat was een kind dat heilig leed uiteindelijk. Hè? De Eucharistische Kruistocht van Prinses Poppen. En dat kind dat eigenlijk al, dus eigenlijk heilig gestorven is, een paar jaar nadien, door een ongeval gestorven. En op zijn graf liggen er honderden, zo niet duizenden, ex-foto's, dat wil zeggen dus platen met bedankingen, voor verhoorde gebed, verhoorde gebeden. Dus dat is zeker en vast een heilig in de hemel. Want hij heeft mirakelen bekomen voor mensen. Wel, dat heilig kind, en je ziet dat kinderen meer verhoord worden dan andere mensen, want ze zijn minder zondig. Dus het gebed van kinderen wordt vroeger verhoord. Maar dat kind heeft een jaar lang de novena aan de andere moeten doen. Novena is een 9 dagen gebed. Wel, het heeft misschien 40 novena gedaan. 40, een kind van 11 jaar, 12 jaar. Dat 40 novena doen omdat zijn vader werk zou vinden. En pas na een jaar wordt hij verhoord. Na 40 novena. Hetzelfde voorbeeld. En dat kind is heilig gestorven, hè? Het is echt, Hermanneke Wijns is gekend, hè? Zijn graf is in Merksem, naast de Bartholomeuskerk, als ik me niet vergis. Sint-Franciscuskerk, Bartholomeuskerk, je hebt daar verschillende kerken in Merksem. Naast de Breda Baan, in Merksem. Zo, dan gaan we hier even ophouden, want het uur is voorbij. Maar zijn er enige vragen? Dus we hebben eerst gesproken over de staat van genade, dat dus eigenlijk al een deelname is aan de hemel en onze hemel geeft. En dan hebben we gesproken over het praktische gedeelte, over hoe dat moeten we bidden met vertrouwen en aandrang, standvastigheid. Dus eerst hebben we gezien vorige keer met nederigheid bidden, en dan met vertrouwen bidden, en dan met aandrang, met volharding. Zijn er nog vragen? Of zijn er vragen? Nee? Goed. Alles is klaar. Hier ook alles klaar? Geen vragen? Ja.
En, ik hoop dat alles duidelijk is overgekomen. Ja? Niet? Niet helemaal. Zo twijfelachtig. Moet over nadenken. Of verder. Ja. Of verder ons doen doordringen. Verder over nadenken. Ja, doordringen. Moet wat doordringen. Laten doordringen. Ja. Prima. Dat is goed. En je toch vooral belangrijk is. Vooral dat is. Ja. Laten doordringen. Ja. Als je dan nog vragen hebt, kun je ze ook de volgende keer stellen natuurlijk. Hè. Geen... Je kunt de volgende keer ook vragen stellen. Hè. Het zijn geen dingen die tegenstrijdig zijn met andere dingen, of die vragen oproepen, denk ik. Het is gewoon... Het zijn geen dingen die vragen oproepen? Nee. Ja, oké. Okay. Niet echt dan. Ja. Oké, okay. Het is goed, zoveel te beter. Dat is goed. Goed, dan gaan we hiermee stoppen. Dan gaan we bidden. Hier zijn ook geen vragen. Ah ja, hier is nog iemand aan het typen, zie ik. Nee, toch niet. Of wel? Mag ik even wachten? Als het nee, dus geen vraag. Goed, dan gaan we even danken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, van de genade. De Heer is met u gezegend. Zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Jozef. Bid voor ons. Heilige Opperwaarders. Bid voor ons. Onze heilige patronen. Bid voor ons. Alle engelen, ons lieve heiligen. Bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon, Heilige Geest samen. Er was een website waar al mijn voordrachten op stonden, en mijn conferenties en retreiten en preken en alles. Maar die website, die werkt met mij niet meer samen, die heeft alles eraf gegooid. Dus ik probeer nu op mijn eigen website, in mijn YouTube, mijn predikatie te zetten. Dus deze conferentie, die wordt op YouTube gezet nu. Dus vanaf nu is het gemakkelijk om dingen op YouTube te zetten. Maar het zal op... wij moeten zien dat wij... die 650 of 700, ik weet niet hoeveel, woorddachten die ik al heb, en lessen en preken en alles, hoe dat we die op internet zullen krijgen. Dus als iemand zich daartoe geroepen voelt, dan mogen ze dat doen, maar ik heb daar eigenlijk niet veel tijd voor. Als priester, ik moet de missen doen, ik heb een brevier, een meditatie... Ik heb mijn rozenoetsen, ik moet de Heilige Schrift lezen, geestelijke lezing doen, theologie. En dan mijn correspondentie beantwoorden, mensen die mij vragen stellen, ik apostolaat. Morgen hebben we bijvoorbeeld een doopsel te doen. Ik ga juffrouw Emma Gavlik dopen morgen in Belleuil. En dus je ziet, en dat is een ceremonie van de ganse namiddag, hè. Je moet er naartoe rijden, een uur voorbereiden, een uur doen, een uur gedaan. Daarna moet nog een mis gebeuren. En dan je bent de hele dag bezig ermee. Hè. En dat is mooi. Maar ik kan niet alles doen. Hè. Dus als mensen zich geroepen voelen om die files, die bestanden, meestal is dat MP3 en MP4, maar je hebt ook WMA, maar dat maakt niks uit. Dat is allemaal, wordt allemaal aanvaard op YouTube. Dat op mijn website te zetten, dan zijn ze welkom. Huh? Het zou een mooi apostolaat zijn. Zo, in ieder geval, tot de volgende keer. Dus zondag is er een mis om 6 uur met Nederlandse preek. En volgende week, als God belieft, is er vrijdag dan weer wijsbegeerte. De psychologische wijsbegeerte of de wijsgerige psychologie. Vervolg. God zegen. Daar, tot goedenavond.